Iwan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten, en Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Even goed opletten, want dit muziekje ga je de komende maanden nog heel vaak horen. Het is een beetje een opwindend muziekje, dus luister even mee. Daar komt-ie. Het klinkt een beetje als de nieuwsupdate van BNR, maar dan toch anders. Dit is de officiële tune van het WK voetbal in Qatar. Deze omstreden sportevenement van de afgelopen jaren zorgt voor veel discussie, omdat de omstandigheden waarin die arbeiders de stadions moesten bouwen waardeloos zijn en waren. Er zijn naar schatting al 6500 doden gevallen op de bouwplaatsen. Echt gigantisch. Ondanks dat wil het kabinet toch een delegatie naar het WK sturen, schrijft NRC vandaag. Wopke Hoekstra zou dat komende week gaan aankondigen, de minister van Buitenlandse Zaken. De Tweede Kamer heeft een tijdje geleden een motie aangenomen om dat toernooi, zeg maar eventjes politiek, te boycotten. Daar stemden ook coalitiepartijen voor. Maar nu denkt het kabinet toch van ja, het is toch wel fijn om daarheen te gaan, want dan kunnen we de contacten met Qatar een beetje warm houden. Wat vind jij, Bob? Moeten we daarheen of niet? Nee. Moeten we daar gaan sporten, allereerst? Ik was heel blij dat we het WK naar Rusland niet gehaald hebben, zeg maar. Ja, oké. Nou, dan gaan we nu naar Qatar. Ik weet niet hoeveel beter dat is. Het kabinet wil dus alsnog gaan en zegt van ja, we moeten relaties onderhouden. Qatar is de grootste exporteur van LNG. Dat hebben we best wel goed nodig. Dus is dat een goede reden om erheen te gaan? Nou ja, ik moet altijd een beetje in deze discussie steeds terugdenken aan die foto van Poetin met dat biertje. Met onze grote, toen nog prins, Willem-Alexander. Mm-hmm. En dan denk ik, hoe erg schaam ik me daar nog steeds voor dat gebeurd is. En heel erg. En ja, nee, ik vind het dat niet waard eigenlijk. Nee, dus bij jou gaan dan de principes voor? Principes zeker, ja. Ja, een relatie in dat we dan in de kou zitten omdat we geen LNG krijgen? Nou ja, dat is niet jammer. Ik vul het even zelf in. Nou ja, ik denk dat je blijft in dat soort belangen zitten zolang je er geen afstand van neemt, toch? Dus op een gegeven moment moet je, ja, als je altijd zegt van het is handiger om het niet te doen, ja, dat is vaak zo. Maar zo blijf je ook altijd zeggen van dan maar niet. Piet, principes of pragmatisch? Principes. Het gaat niet om iets kleins wat er in Qatar is gebeurd. Zeker niet. Het gaat om geen ongelukje. Het gaat om arbeiders die bij de bouw van stadions de dood vinden. En niet één, maar velen. En je moet dan zo'n evenement natuurlijk boycotten. Ja, van zo'n land moet je überhaupt eigenlijk geen spullen willen afnemen. Je moet in ieder geval, nou ja, kijk, we handelen met heel veel landen waar verkeerde dingen gebeuren. Ja. En als er hele verkeerde dingen gebeuren, dan handelen we er totaal niet mee. En dan is er een sanctieregime. En als het een beetje grijs gebied is, dan kun je natuurlijk ook wel eens die handel gebruiken om in gesprek te raken, om ervoor te zorgen dat daar de omstandigheden verbeteren. Maar goed, afgaand op deze berichtgeving heb ik nou niet echt het idee dat dat nu gebeurt. Nee. Amnesty International zegt, ja, prima dat je wil gaan, maar spreek je daar dan ook uit over de problemen, zowel achter de schermen als in het openbaar? Vind je dat nog een argument, Bob, om misschien wel te gaan? Dat inderdaad het argument, nou ja, als je erin zit, dan kan je misschien wat betekenen? Ja, wat was het plan van D66 nou ook alweer? Dat we, zeg maar, bij de grote scherm, of tenminste dat we elk een minuutje bij elke wedstrijd stil gingen staan bij de problemen die er waren. Mm-hmm. Dat vind ik dus echt verschrikkelijk nep. En nee, je bent dat aan het goedkeuren op het moment dat je er bent. En als je dan gaat zeggen, oh, wat is het toch erg? Dat is hetzelfde als gaan vliegen en dan zeggen dat je dat erg vindt. Ik bedoel, je maakt gewoon een principiële keuze en die moet je volledig maken. Anders, ja, een beetje integer bestaat niet. Slaat het nergens op. Oké, wat vind je ervan dat het kabinet toch wil gaan, ook al wil de Tweede Kamer het niet? Ja, nou, dat vind ik eigenlijk sowieso staatsrechtelijk een beetje democratie raar. Ik denk, ja, nee, je volksvertegenwoordiging zegt dat het niet moet gebeuren. En het kabinet zegt, nou, we zoeken het zelf al uit. Dat lijkt me inderdaad niet de juiste gang van zaken. Wegblijven. Dus gaan jullie wel kijken, WK-voetbal? Ja, ik snap sowieso voetbal niet. Nee, ik weet het spel nog steeds niet, maar nee, ik ook niet. Ga jij kijken? Oh, dat vind ik heel, nee, ik heb huisgenoten waarbij ik waarschijnlijk wel gedwongen word, maar zelf zou ik het niet op zijn zetten. Ken je buitenspel wel? Ik weet wel het buitenspel. Doe even een poging, want ik weet het echt niet. Oeh, nee, dat is dus als twee spelen, als je dus een bal speelt naar een speler die achter de laatste verdediger staat. Ja. Dat mag dus niet. Want waarom niet? En dan zou je in principe dus helemaal bij de keeper kunnen gaan staan en gewoon een lange bal gooien, spelen naar je spits, zeg maar. Ja. En om dat te voorkomen moet je als spits altijd voor de laatste verdediger blijven staan. Oh, oké, nou met handgebaren erbij snap ik het eigenlijk wel. Ja, precies. Toch wat geleerd vandaag. Dat hadden ze helaas niet te zien op de radio. Nee, maar dat gaan we wel eventjes op Twitter zetten. Heel goed.